tegemoet gezien is en vooral met veel spanning tegemoet gezien is. De winnaar weet zich zo goed als zeker van een reis naar Italië. Müller, Kohler, Ilkner en aanvoerder Matthäus waren de vier die het volkslied voluit meezongen. De anderen duidelijk minder. Pieter Huistra en Aaron Winter met heel strakke gezicht. Bremen. En voor het eerst Hielen. Huistra doet de rest. Tenminste voorlopig. Hofkens zeker terug op Joop Hielen. Die de neus snuit. Optreding tegen Hofkens. Was Matthäus die dat deed. Pieter Huistra voor de vrije trap. Vanenburg. Recht op Ilkner. Tiptoe moet nemen. Paas van Tichelen komt niet aan. Rol van Koeman is belangrijker geworden sinds het wegvallen van een aantal erkende krachten. Hier verdedigt Koeman tegen Reuter. Matthäus. Riedle. Oeh. Appel voor Hens, niet gehonoreerd door Frederiksson. Riedle die goed wegdraaide van Erwin Koeman. En inderdaad beroerde de bal de arm en hand van Erwin Koeman, maar aangeschoten. Hofkens. Rijkaard. Van Basten. Met Kohler. Van Basten eerder bij de bal, maar krijgt geen vrije trap. Uiteindelijk Ilkner. Toch steeds Ronald Koeman die het begin van het initiatief moet opzetten. Vanenburg goed. Vanenburg. Van Basten. Vanenburg. Haalt de bal terug.
Rijkaard schiet. Het begint te komen. Koeman. Ronald Koeman. Van Tichelen. Overtreding, Hofkens. Gestrekt been. Frederiksson laat al bijna 2 minuten doorspelen na het verstrijken van de 45 minuten. Maar geen van beide ploegen lijkt nog van zins om initiatief te nemen. Dus het rustsignaal bij 0-0. In de rust krijgt u van een aantal posten van ons informatie om te beginnen vanuit Hilversum.